Dames en heren, jongens en meisjes, DVS-TV-kijkers. De volgende thuiswedstrijd staat weer op de rol. De ontdekkingsreis in de topklasse gaat verder. Is het voor jou ook een ontdekkingsreis, Roeland? Ja, je bent wel nieuwsgierig iedere keer, hè? Je kan iedere keer weer andere teams tegenover je krijgen die een andere manier van spelen hebben. En dan ben je wel weer nieuwsgierig van hoe gaat de ploeg dat oppakken. We proberen dat wel goed voor te bereiden en met elkaar te bespreken. Maar dan ben je altijd weer nieuwsgierig hoe gaan ze het uitvoeren. Wat mij eigenlijk opvalt, dat is dat jullie weinig oefenwedstrijden door de week spelen. Maar dat je echt het accent legt op trainen. Is dat bewust? Vind je dat fijn? Wil je die ploeg zodanig kneden dat die trainingen noodzakelijk zijn? Nou ja, weet ik eigenlijk niet. Het is soms ook van waar dient een oefenwedstrijd voor? Hè? Dus het moet een meerwaarde hebben. En, we hebben er wel laatst over gesproken, ook omdat een aantal spelers weer terugkomen. Want, dat kan een iets zijn waarvan je zegt van we gaan een oefenwedstrijd inplannen. Maar goed, aan de andere kant vind ik ook nog gewoon dat we steeds progressie boeken. En dat wij steeds door middel van trainen beter worden. En ook in die wedstrijden dat je dat terugziet. Ja, en daardoor nog geen iets gezien van dat wij denken van we moeten een oefenwedstrijd inplannen. Oké. Je hebt te maken met één heel teleurgestelde speler die echt werkelijk een voorbeeld was voor iedereen. Hoe je terugkomt met een enorme inzet, et cetera. Ik heb het over Ronald Hoek. En daar is nu weer wat mee aan de hand. Ja, dat klopt. Dat is wel heel triest. Dus zeker ook voor het team, voor hemzelf ook. Ja, laten we hopen dat het meevalt. Hè. Dus echt onderzoek zal het moeten uitwijzen. Maar als je het hebt over een voorbeeld ook van het revalideren en de wil om goed terug te keren. En dan jammer dat hij nog geen minuten heeft kunnen maken, ook nog in de topklasse. Want ook hij is volgens mij heeft een groot aandeel gehad in de ploeg van vorig jaar. Ja, dan gun je hem dit natuurlijk helemaal niet. Ik begin hierover omdat ik dan een bruggetje kan maken naar die rechtsbackpositie. Die verleden week in principe op papier niet zo ingevuld was. Maar nu wel weer duidelijk is ingevuld via Stefan de Geijten. Ja, wij gaan ervan uit dat deze tegenstander met drie spitsen speelt. En dan spelen wij met vier mensen achterop en dan hebben we een rechtsback nodig. En dat kan Stefan zijn en dat kan Heiko zijn. En in dit geval hebben we gekozen voor Stefan. We hopen vanmiddag natuurlijk weer op een prachtige strijd tussen DVS 33 en Lisse. En durf jij wel eens een einduitslag te produceren voor de wedstrijd? Wat denk je zelf? Ik denk het niet. Nee, daar doe ik niet aan mee. Oké, goed. Hoeft ook niet. Heel veel succes in ieder geval deze wedstrijd. Okay. Wedstrijd DVS 33, FC Lisse staat op het punt om te beginnen. De scheidsrechter, de heer Dreugen, die er verantwoordelijk is dat het hier hartstikke droog is en prachtig voetbalweer, heeft afgefloten en balbezit inmiddels dus voor Lisse. Roald de Vries op Ali Akle, die even naar de andere kant is verschoven. Ja, maakt een goede actie. Is vasthouden, maar hier geeft de scheidsrechter voordeel. Ali kan door. Kan die de bal in de 16 meter geven op Kai Veld? Sorry, Mike Arends. Nee, Kai Veld, hè? Aanval nog niet over. Mike Arends geeft daar een hele mooie bal op Heiri Pinacci. En die bij zijn bal gaat net naast. Prachtig lopende aanval via drie schijven.
Nou, DWS 33 tot nog toe duidelijk de iets meer voetballende ploeg. De iets meer initiatiefnemende ploeg. En Lisse gokkend op de lange bal. Met name op de spits Pauw, die daar redelijk technisch mee omgaat met die bal. En natuurlijk Fokkema staat ook behoorlijk voorin. En een beetje hangend aan de rechterkant Messaoud. Nu DVS weer in balbezit. Ali Akla. Ali Akla passeert zijn tegenstander daar. Trekt hem terug. Christian van der Kamp kan net niet bij die bal komen. Daar zit ook Van Boksel bij. Zorgt voor opruiming. Edmund Mijnheer. Roland de Vries. Kai Velda. Combinatie met Mike Arends. Prachtig. Aan de linkerkant gaat Mike Arends door. Kijkt wat zijn tegenstander doet. Passeert hem. Ali Akla. Aan de andere kant. Kijkt naar zijn tegenstander. Heeft hij weer een passeerbeweging in petto. Dit is iets te veel. Dat heeft de goede goed doorzien. Daar komt die bal. Strak voor de goal weer. Oeh, en daar strapt die bal gaat maar net over. Kans voor, FC Lisse. Buis. Buis naar Messaoud. Messaoud komt met een indraaiende voorzet. Oh, prachtige reactie van Paul Epping. Was ook zeer noodzakelijk. Op die prima knal van, ik dacht, Fokkema. Hoi Lisse. Komt die bal, wordt weer doorgekopt. Dan is die Pauw daar. En daar, oh, daar valt de 0-1 doelpuntenmaker Vermeulen. Zoontjes, vrije trap richting Pauw. Kan de bal koppen, maar balbezit voor Edmund Mijnheer. Kai Velda. Terug op de keeper Paul Epping. Trapt de bal richting Yassin Koert. Houdt daar keurig balbezit. Ali geeft een soort paas op zichzelf. Kijk eens, gaat daar zijn man voorbij. Gaat daar nog een man voorbij. Kijk eens, nu ligt de ruimte. Kijk of de kansen daar de strafgroepgebieden gaan. Gaat schieten. En oeh, deze bal gaat net voorlangs. Prachtige actie van Ali Akla. Solerend door de verdediging heen van FC Lisse. Joran van Santen. Bal richting Ali Akla. Kan hij die bal binnenhouden? Ja hoor. Actie maken. Gaat langs de man. Kan hij gaan schieten? Nee, hij legt hem op Kai Velda. En dat is een afzwaaier. En de scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Dat was dan de eerste helft. Tussenstand. DVS 33 Hemelo tegen FC Lisse. DVS 33, FC Lisse 0-1. Tweede helft staat op het punt om te beginnen. Scheidsrechter Dreugen fluit daar ook voor. En Pinacci die schiet de bal gelijk tegen het hoofd van een van de middenvelders. Ik dacht dat het de nummer 8 was. Nee, dat kan niet, want die is inmiddels weg. De nummer 10, Rick Vermeulen. En die, dat is een heel onprettig moment voor hem. Zeker voor zijn hoofd, wat onder andere een onderdeel is van het lichaam. Het zit er nog steeds aan vast. Maar het zou er voor hetzelfde geld bij zo'n schot vanaf vliegen van het lichaam. 17 minuten gespeeld. Corner Kai Velda. Komt die corner. Is niet goed. Lisse kan eenvoudig uitverdedigen. Bal gaat naar voren. Pinacci daar op de keeper. Een beetje harde terugspeelbal, maar Paul Epping staat goed opgesteld. Rick Vermeulen op Rafai. Maurice gaat daar voor de bal. Keurig, bal weer veroverd. Geeft de bal daar goed op Ali Akla. Hier komt de mogelijkheid aan. Gaat hij schieten. En wat doet hij? Oh, mooi schot, ook goed gepakt door keeper De Vries. Rick Vermeulen staat bij die bal, samen met Messaoud. Gevaarlijk moment
voor de goal van DVS. Toch dat het Rick Vermeulen is of Messaoud. Messaoud legt aan voor die bal. En daar een prachtige redding van Paul Epping. Muur goed neergezet. Die hoek was vrij en die hoek was voor hem. En hij tikt de bal en hij verwerkt hem tot corner. Kai Velda. DVS begint wat haast te krijgen. Ze moeten wel uitkijken dat ze niet in alle haast verkeerde passes gaan lanceren. Dan help je natuurlijk Lisse nog verder in het zadel. Prachtige paas. Verplaatst het spel naar de andere kant. Roald de Vries. Roald de Vries trekt naar binnen. Schiet! En die bal die gaat maar dan ook net over de lat. Centimetertje of 10, 20. Sommige supporters dachten dat hij erin ging. Komt omdat het net daarachter bij dat hek natuurlijk beweegt. En dan denk je heel gauw, hé, die zit erin. Maar dat was dus niet het geval. Maurice de Ruiter. Yasin Koert. Van Mike Arends. Roald de Vries. Combineert daar met Ali Akla. Gaat zijn man niet voorbij. Wat gebeurt daar? Een rode kaart voor Ali Akla. In de 92e minuut een overtreding van Ali Akla. En ontvangt daar de rode kaart voor van scheidsrechter Dreugen. Roald de Vries op Basile Camara. Kai Velda. Mike Arends kopt hem daardoor. Oh, Maurice de Ruiter krijgt daar een beuk. Maar in de ogen van de scheidsrechter was dit geen overtreding. En zo fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Eindstand DVS 33, FC Lisse 0-1. Namens DVS TV bedank ik u voor het kijken en wens ik u een prettig weekend. Ik sta hier samen met Heiri Pinarci. Zeg ik Pinarci of Pinarchi? Ja, je mag zelf zeggen wat je wil. In Turks is Pinarci, maar dat kun je... Pinarci, hè? Pinarci, oké. Heiri Pinarci. Dit is inmiddels al de vijfde wedstrijd die je hebt gespeeld voor DVS 33. Bevalt je dat? Ja, tot nu toe, tot vandaag wel. Nee, is goed. Ik heb het goed bij de club. We spelen mooi voetbal. En... het moet wel beter, maar we zijn er mee bezig. Met name het eerste kwartier vandaag tegen Lisse zag het er behoorlijk goed uit. Vond jij dat ook? Ja, klopt. Ik denk over de eerste helft dat we wel een hele goede fase zaten. Alleen we belonen onszelf niet, zou ik het maar zo zeggen. Moois gezegd. Ja, waar ligt dat dan aan? Die ene bal van jou, waarom ging dat net mis? Ik weet niet. Ik kreeg hem van Mike volgens mij uit mijn hoofd en ik nam hem uit de draai gewoon vol. Ik weet niet eens wie hem tegen heeft gehouden of dat zag ik allemaal niet. Maar hij werd tegengehouden. Ja. Die eerste bal in de tweede helft, dat was ook een lekkere voor het hoofd van meneer Vermeulen van Lisse. Ja, klopt. Op een gegeven moment, ik moest er wel om lachen. Hij zei van je hebt zoveel techniek, hoe krijg je hem op mijn hoofd? En ik moest er wel om lachen, maar hij was op Ali bedoeld net als altijd. Maar die kwam niet aan. Het was een beetje een koddige situatie. Tweede helft, het jammerlijke daarvan was, jullie waren natuurlijk heel veel in balbezit, maar er ging ook heel veel mis. Ja, klopt. We begonnen sowieso niet goed. En op een gegeven moment begonnen we duels te verliezen, tweede bal te verliezen. En aan bal werd het ook minder. Ja, en dan wordt het een yo-yo effect, heen en weer de hele tijd. En op een gegeven moment, zo ging het de hele tweede helft verder. En dat is eigenlijk niet wat we wouden, maar we konden het ook niet anders doen. Daar waar jullie in de training echt de nadruk op vestigen, slijpen, hoog tempo, combinatievermogen, maar steeds meer op een hoger plan tillen, dat kwam er deze wedstrijd nou net niet uit. Nee, eerste helft vond ik het nog wel redelijk, kwamen we het nog wel doorheen. Alleen tweede helft, zoals ik zei, het werd steeds minder en we bleven compact, zelfs compacter als de eerste helft.
En dan moet het juist nog beter als de eerste helft, maar dat ging juist niet. Ja. En dat is heel erg jammer. Maar volgende week hebben we weer een wedstrijd. Er komen nu twee redelijk zware potten aan. Barendrecht uit, Katwijk thuis. Pittig, Heidi. Je kent ze die ploeg, hè? Ja, klopt. Barendrecht uit is altijd lastig. Maar Katwijk thuis is een heel mooie wedstrijd. Het is ook een ploeg volgens mij die lekker wil voetballen. En weer een uitdaging voor ons als club zijnde en als team zijnde. Zeker. En daar ga je flink je best voor doen, hè? Zoals altijd. Oké, okay, Heidi, bedankt. De aanvoerder van DVS 33 die doet zijn plicht ook na een verliespotje. En je hebt er natuurlijk altijd moeite mee, want je bent een winnaar, Edmund. Ja, deze is heel zuur. Ik weet niet, maar deze is echt heel zuur. Maar als je de kansen niet maakt, dan win je de wedstrijd niet. Precies. En als je de combinaties op een gegeven moment stokken, doordat er net even een verkeerd balletje tussen zit, ook niet. Nee, dat klopt. Dus de eerste helft spelen we hartstikke goed. Goed voetbal. Die gasten die hebben eigenlijk helemaal niks gecreëerd. En dan komt er één zo ingooien, die kopt die door en die vergeet me eigenlijk een beetje om weg te werken. En die komt via een speler, denk ik, van ons, gaat hij erin. Ja. Maar daar tegenover, wat voor kansen zetten wij, of in ieder geval goede mogelijkheden, zetten wij daar tegenover. Nou, die moeten gewoon erin. Goede mogelijkheden, maar ook fantastische reddingen van Mark de Vries, de keeper van Lisse natuurlijk. Hè? Ja, maar daar staat hij voor, Piet. Ja, daar staat hij inderdaad voor. Ontzettend jammer van die ene mogelijkheid die heel mooi uitgespeeld was. Die eindigde bij Maurice de Ruiter. Dat is de tweede helft. Maar dan wil ik wel even in de eerste helft nog even aanhalen van Heirich. Echt een goede aanval van ons. Wat eigenlijk ook gewoon een mooi doelpunt had kunnen zijn. En dat bedoel ik dus wel een van die mogelijkheden. De tweede helft, Maus ook. Ja, Maurice, ja. Klopt. Nou, de teleurstelling druipt er een beetje vanaf, maar we blijven gewoon doorgaan. En het slijpen van het combinatievermogen van jullie, dat wordt met elke training natuurlijk weer beter en beter. En gaat steeds meer naar een hoger plan. En daar blijf ik in ieder geval wel vertrouwen in hebben. En ik heb het idee dat jij dat ook wel hebt. Ja, zeker. Ik heb er absoluut vertrouwen in. Kijk, natuurlijk krijgen van die jongens van FC Lisse te horen van jullie hebben echt een goede voetbalploeg. Maar ja, op dat moment, ja, is echt leuk dat je het zegt, maar ik koop er helemaal niks voor. Maar ik denk dat wij wel een stijgende lijn in hebben. En dat komt elke week weer terug in de trainingen. En zaterdag laten we het wel zien. Vandaag iets minder. Aankomende zaterdag hebben we zeker weer een goede uitdaging om uit naar Barendrecht te gaan. Dus kom erop. En ik wens je daar heel veel succes mee, Edmund. Dankjewel, Piet. Oké. Okay.